Ik luister de top 2000 overal en zoveel mogelijk. Thuis, in de auto, achter de computer. Maar ook als ik ergens kom en de radio staat niet aan, dan vraag ik gewoon of de radio aan kan op Radio 2. Want dat is fantastisch. We zijn hier vandaag samen met elkaar, omdat ik jarig ben. En de top 2000 staat op de achtergrond. Het is voor mij één grote teruggang in de jeugd, in de tijd, met echt herinneringen. Zonder al die filmpjes die er tegenwoordig bij zijn, die clips en zo. Ik heb echt dingen meegemaakt op de muziek en met muziek. Een hele mooie herinnering die ik eraan heb, dat is toen mijn zoon geboren werd in 1978. Toen werd heel veel op de radio Three Times a Lady gedraaid. Three times a lady and I love. Als ik het nummer Three Times a Lady hoor, dan lig ik inderdaad op de vloskamer te bevallen van Leslie, onze zoon, de 9 ponden. Het nummer hoorde ik natuurlijk al een week of 2, 3 achter elkaar en ik vond het helemaal geweldig. Ja, en het was zo speciaal. Het is gewoon een huilenbalk liedje eigenlijk. Ik vind het een mooi liedje en het vertolkt wel een heleboel. Maar mijn ouders, en ik denk vooral mijn vader, die heeft mij erop geboren zien worden. Mijn moeder heeft er alleen maar pijn bij gehad, denk ik. En dus ik denk dat het voor hun een veel diepere betekenis heeft. We vinden het alles zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Daar moet op gedronken worden, hi ha ho. Daar moet op gedronken worden, hi ha ho. En mijn zoon heeft nu zelf ook een kind gekregen. En die is dan weer vernoemd naar Josephine van Chris Ria. Dus het gaat maar door, hè. Josephine, I send you all my love and every single. Toen onze dochter Josephine 2 maanden geleden geboren werd, was het natuurlijk al snel duidelijk welk nummer bijzonder was. Ja, als ik dat hoor, dan kun je wel rijden en dan zie ik die kleine meid weer. Dat is geweldig, geweldig. Dan ben je echt opa. Al elke keer als wij dat nummer horen en die clip zien, dan zie je ook onze eigen kleine Josephientje daarin. En dat maakt het nummer wel heel erg bijzonder. Josephine, I send.